Jullie geven aan dat smart home eraan komt en er is om te blijven. Dat zou volgens jullie een leuker, gezelliger en gezonder huis betekenen dan huis? Ja, absoluut. Weet je, op dit moment zijn er allemaal meters op dit moment al in je huis. Hè? De smart meter, Tone, hoe heet het, je eigen mobiele telefoon. En met al die data kunnen de individuele bedrijven nu een heleboel. Alleen wat nou echt fijn zou zijn, is dat dat omgezet wordt in waardevolle producten voor mensen thuis. Dus denk aan dat dingen gemakkelijker gaan. Dat er bijvoorbeeld onderhoud van je huis automatisch geregeld wordt. Dat soort dingen. Jullie geven ook aan dat jullie mogelijkheden zien voor verzekeraars om hun relatie met klanten te veranderen of zelfs te verbeteren. Hoe zien jullie dat voor je? Nou, ik had het net over die producten en diensten die je mogelijk kan inzetten om het leven makkelijker te maken in het huis. En het gaat heel veel over het onderhoud. Ervoor zorgen dat het huis waar mensen in wonen, dat die eigenlijk altijd in staat en in topconditie is. Dus een fit huis, daar kan een verzekeraar heel veel aan doen door bijvoorbeeld diensten aan te bieden om dat te verzorgen. Regelmatig onderhoud, af en toe een noodgevalletje verhelpen, dat soort dingen. Waarom is het belangrijk voor verzekeraars en wat zijn de belangrijkste dingen die ze nu moeten doen? Ja, nu is wel het moment inderdaad om iets te gaan doen, want veel verzekeraars hebben al wel initiatief genomen of zijn bezig met experimentjes, maar zijn eigenlijk nog op een hele kleine schaal bezig. En als ze nou de oogkappen ietsje verder openzetten, dan zien ze eigenlijk dat binnen dat hele ecosysteem van partijen dat bezig is binnen en om het huis, er heel veel meer gebeurt wat wel heel erg interessant voor ze kan zijn. Op het gebied van data, op het gebied van samenwerkingen, op het gebied van delen. En dan zie je eigenlijk dat de schaal waarop ze kunnen opereren veel groter kan zijn. En dat daarmee ook de impact op de hele waardeketen voor verzekeraars in één keer heel erg zichtbaar gaat worden.